David Nielsen uit Zweden met start nummer 3. Hij is de grote favoriet voor de overwinning en zijn belangrijkste uitdager deze 20 van halve. Staat naast hem met nummer 4, Roy Hoornweg. De nummer 2 van vorig jaar. En leuk dat zij erbij is. Maureen Koster in haar woonplaats Alphen aan de Rijn. De geboren boskoopse gebruikt de 20 van halve als trainingswedstrijd in aanloop naar haar limietpoging voor de Olympische Spelen. Zondagmiddag 1 maart 2020, klokslag 1:30. Burgemeester Lisbeth Spies schiet de atleten weg voor hun 20 kilometer. En op de Van Boetselaarstraat wordt direct al het eerste verschilletje gemaakt. Een drietal splitst zich af van de rest. Roy Hoornweg draait als eerste de oranje Nassersingen op en heeft twee Zweden in zijn kielzog. In het fluoriserend geel-groen met blauw is het David Nielsen. In het blauwe hemdje Archibald Kasteel. Kunnen er nog wel twee atleten aansluiten. Als eerste zien we Dennis Licht daar in het hemdje. En met het grijze t-shirt aan is het Rhys Edwards uit Australië. Gewijven langs de voetbalvelden van ARC over de Aarbrug. De N207 oversteken en dan de parallelweg van de Oostkanaalweg op. Langs de N207. Khalid Soukout is er niet bij. Is ziek achtergebleven in het Van der Valk Hotel bij Avifauna. Hij gold als belangrijkste uitdager voor deze David Nielsen. Die het klaarblijkelijk warm heeft, gooit zijn jasje weg. 32 jaar, werd in 2018 al eens tweede op de 20 van Alphen. Toen achter Koen Naert. De Belg is Europees kampioen op de marathon geworden afgelopen jaar. Zou ook meedoen aan de 20 van Alphen, maar de tweevoudig winnaar is geblesseerd en heeft zich afgemeld voor de strijd. Licht en Rhys kunnen het tempo niet volgen. En Hoornweg, Nielsen en op een paar meter daarachter Kasteel gaan dan langs de Nieuwkoopseweg op het fietspad naast de N231 richting Aarlanderveen lopen. Hebben ze een windje mee? Betekent dat ze straks nog de wind pal tegenkrijgen. De voorsprong op het 5 kilometer punt is al flink voor deze drie. De molen van Aarlanderveen, een van de 4 molens van de wereldberoemde molenviergang. Als op kilometer 7 Aarlanderveen binnen wordt gelopen. En er is het altijd gezellig. De muziekvereniging DSS treedt op. En dan zien we dat Nielsen een klein gaatje heeft geslagen. Loopt een aantal meters voor op Hoornweg en Kasteel. Gaan ze hier het dorp alweer uit. De Hoge Dijk op, richting Ter Aar. En er wordt hard gelopen. We hebben in het klokje onder in beeld maar een extra cijfer toegevoegd. Want een tijd onder het uur, dat zal niet gelopen worden. Maar desondanks, ze zijn behoorlijk hard onderweg. Sowieso al in geen jaren onder het uur gelopen. De laatste was Abdina Gueye in 2013. Stond nog uit de tijd dat er Afrikaanse topatleten werden gecontracteerd door de organisatie. Ershete Wendimo uit Ethiopië heeft in 2007 het parcoursrecord gelopen. 56 minuten en 51 seconden. Gaat nooit meer iemand aankomen. Het 10 kilometer punt dan. Als Nielsen zichzelf heeft laten terugzakken. Met die tegenwind wordt het te zwaar om het hele eind in zijn uppie te lopen. En met z'n drieën zijn ze dan voorbij het 10 kilometer punt. De klok langs het parcours loopt niet helemaal goed. Dit is de juiste stand. Kasteel, Nielsen en Hoornweg op de plekken 1, 2 en 3. En Rhys Edwards en Dennis Licht op 3/4 minuut achterstand. Als de atleten inmiddels over de Korte Aarse weg gaan. Richting Alphen aan de Rijn weer. En dan hebben ze hier de wind ontzettend tegen. Maar 29,5 minuut, dat is echt heel erg snel. In geen jaren was dat zo snel. Over de Zegenbrug staat bij de manege wat publiek. Tunneltje onderdoor. Het Windenpad oversteken. En dan Alphen aan de Rijn binnenlopen. Via de Paddenstoelweg. Een nieuw stukje parcours is dit. Althans vorig jaar voor het eerst. En goed bevallen. Zo wordt Alphen Noord sinds 2019 ook weer aangedaan door de 20 van Alphen. En dat is te zien aan de publieke belangstelling. Kasteel op kop, gevolgd door Hoornweg en Nielsen. Als ze richting zwembad Aquarijn lopen. De president Kennedy-laan hierop.
richting De Bult en winkelcentrum Herenhof. En daar zien we Maureen Koster. We zijn even op haar wezen wachten en ze doet het ontzettend goed. De 27-jarige Alphense wil op vrijdag 8 mei in Amerika de limiet voor de Olympische Spelen lopen. En wil in augustus de Olympische finale halen op de 5000 meter. Gaat over een klein maandje naar Amerika toe voor een trainingsstage. Is net terug uit Kenia een paar weken geleden. Alles wijst erop dat de limietpoging zou moeten kunnen gaan slagen. Ze loopt ontzettend hard in Alphen. In geen jaren dat er een vrouw zo hard liep in Alphen aan de Rijn. Als inmiddels richting de Oudshoornseweg een gat wordt geslagen door Nielsen. Er is wat consternatie namelijk. Auto's op het parcours. Welke kant moeten we op? Nielsen weet de weg. En die slaat een gat met de rest. En lijkt hier dan toch zijn beslissende demarrage te plaatsen. Over de Oudshoornseweg lopende inmiddels langs de Oude Rijn. Als de voorsprong op Kasteel en Hoornweg, die met de meter groter wordt, oploopt en oploopt. Richting het 17 kilometer punt. Onder de Albert Schweitzerbrug door. Een tijd onder de 1 uur zit er niet in. Lag daar wel voor op schema trouwens, halverwege de koers, maar gaat dat niet halen vanwege die wind tegen. Maar een persoonlijk record en een Zweeds nationaal record zit er zeker nog wel in. De hoofdstraat inmiddels gepasseerd langs de Meerkoet. En dan wordt zometeen de Oranje-Nassau-single opgedraaid. En dan zitten we onderhand in de laatste 1,5 kilometer. En is de voorsprong van David Nielsen inmiddels 1 seconde of 20. En gaat hij de 20 van Alphen eindelijk op zijn naam schrijven. De tweede plek uit 2018 wordt opgevolgd door de eerste plek in 2020. Opvolgens stond al vast dat de 20 van Alphen een nieuwe winnaar zou krijgen. Want Diederik Nurme uit Estland, de winnaar van vorig jaar, in een tijd van 1 uur en 57 seconden, die is er niet bij. Vorig jaar nauwelijks wind, nu heel veel wind en het lijkt erop, althans, dat staat inmiddels zelfs wel vast, dat Nielsen aanzienlijk sneller zal gaan lopen. De laatste kilometer inmiddels door de altijd gezellige Van Boetselaarstraat. De nodige aanmoedigingen, muziek, vlaggen hangen buiten. Zij onthalen de eerste Zweedse winnaar ooit van de 20 van Alphen. Inmiddels is Nielsen in het centrum van Alphen aan de Rijn. Over de Alphense brug. Krijgt het applaus van het publiek. Nog even het bochtje om bij de McDonald's. En dan de finishstraat in lopen. Hij is in vorm. Werd 8e op de sterk bezette halve marathon van Osaka in Japan eerder dit jaar. In een tijd van 1 uur 2 minuten en 5 seconden. Dat is echt razendsnel. En voor Alphense begrippen loopt hij ook een goede tijd hier op de 20 van Alphen. Grote vraag is dan nog of hij zijn persoonlijk record gaat verbreken. Dat is 1 uur en 33 seconden. En dat lukt hem nipt. David Nielsen wint de 20 van Alphen. 1 uur en 31 seconden is de uiteindelijke tijd. En dat is erg knap. Zeker in de wetenschap dat het ontzettend hard waait. Windkracht 5 is er gemeten. Eerst even wachten op de rest als Kasteel zijn landgenoot op de tweede plek gaat eindigen. 1 uur en 50 seconden is zijn eindtijd. En de beste Nederlander is de nummer 2 van vorig jaar. Roy Hoornweg, 1 uur en 57 seconden. I know under 60 would not be possible, but the Swedish record for this distance, that was my main goal plus to win the race. Heb jij aan een demarrage gedacht of dit was het maximale wat je kon? Nou, tot 15 zat ik eigenlijk nog best wel fris en ging eigenlijk best wel goed. Alleen bij 17 kilometer was er een T-splitsing en toen waren auto's op parcours. Het was een beetje onduidelijk waar we nou precies heen moesten. En daar profiteerde David heel goed van en toen was het bij mij gelijk gebeurd. De uitslag van de 20 van Alphen, 1 uur en 31 seconden. De eindtijd van de Zweed David Nielsen Archibald. Kasteel tweede, Roy Hoornweg derde. Dennis Licht en Bart van Nuenen op de vijfde en zesde plek. En Mike Tekens, de nummer 9, werd in 2017 nog tweede bij de 20 van Alphen. En hier is de finish van Maureen Koster in een razendsnelle tijd.
1 uur 7 minuten en 53 seconden. Applaus van moeder en zus. En dat ze deze tijd loopt is echt knap hoor. Ze is vele minuten sneller dan de winnaars van de voorbije jaren. Alleen in de tijd dat er nog Kenianen en Ethiopiërs meeliepen bij de vrouwen, werd er sneller gelopen. Al met al een ijzersterk debuut van Maren Koster op haar eerste 20 kilometer wedstrijd ooit. En dat ook nog eens in haar woonplaats Alphen aan de Rijn. Ja, zeker een hele mooie tijd. Ik moest er een training van maken van mijn coach. En in eerste instantie gewoon op hartslag lopen. Maar ik merkte van het begin dat het eigenlijk wel heel erg makkelijk ging. En na 5 kilometer nog steeds. En na 10 kilometer zat ik op de helft en dacht ik nog steeds, nou, het voelt wel heel erg goed. Dus ja, ik probeerde er wel iets moois van te maken. En dat is gelukt, ja. Ondanks de omstandigheden, want die maakt het je er niet makkelijk op. Nee, zeker, maar dat weet je. En ja, ik ben de afgelopen tijd ook in Nederland en het weer is natuurlijk al een paar weken zo. Dus ik train hier ook gewoon in. Op een gegeven moment raak je toch een soort aan gewend. En het is gewoon, je moet je erop instellen en proberen je weer te herpakken als het weer meewind is of ja, zij wint. En dat heb ik er zo, op die manier heb ik ook gelopen, ja. Jij gaat binnenkort naar Amerika. Ja. Volgens mij ga je daar proberen om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja, dat is wel een spannende periode. 7 april vertrek ik naar Amerika, trainingstage voor 4 weken. En dan aansluitend in Californië loop ik een 5 kilometer op de baan en dan wil ik me plaatsen voor de Spelen, ja. Nou ja, de vorm is er. De trainingstage in Kenia was goed, dus dat ziet er allemaal goed uit. Ja, ik heb heel veel vertrouwen in. Het is gewoon heel blijven, niet geblesseerd raken, niet ziek worden en lekker door trainen. En dan denk ik zeker dat die limiet gaat komen, ja. Ja. Een applaus is daar voor Marie Koster, Marola de Runnevalk.